Ja, vandaag 11 januari was het hier op de Noordkade weer een feestje. We staan bij de Grote Prins en bij de Jeugdprins. Ja, het was vandaag een flink feestje hier. Ja, zeker voor de jeugd was het een heel mooi feest. En ik ben er ook heel trots op dat hun de mooie aandacht krijgen die ze ook echt verdienen. Ja, want het was echt een showtje. En dan gaan we meteen even vragen wie jij bent. Ik ben Milan van den Heuvel. En jij bent de nieuwe Jeugdprins. Ja. Was het spannend? Een beetje, maar niet heel erg. Niet heel erg, maar ik denk dat het wel heel moeilijk was om het geheim te houden. Ja, dat wel. Ja. Want wanneer wist jij dat jij prins zou worden? Vorige week zaterdag. Oh, dus dan heb je het maar een week geheim hoeven houden. Ja. En hoe gaat dat dan? Bellen ze jou dan op, je bent prins geworden? Nee, ze komen dan in de nacht, als ze om 1 uur of zo, of ja, in ieder geval laat, komen ze naar je toe. Omdat ze dan gaan zeggen, ja, eigenlijk een spelvervorm. Alleen dan mogen het in de nacht, omdat anders de broers of zussen dat weten. Dus je moest het zelfs voor je broers en zussen geheim houden? Ja, eigenlijk wel, ja. maar midden in de nacht? Ik moet me dus voorstellen, jij lag thuis te slapen en toen stond je slaapkamer in 1 keer vol met mensen. Ja, en dan werd je naar beneden gehaald en dan moest je een heel spel gaan doen met allemaal quizvragen. En dan op de laatste kreeg je dan te horen dat je prins werd. En was dat moeilijk? Nee, hij viel eigenlijk al mee. Sommige vragen wel, alleen niet elke. En waar gaan jouw taken nou allemaal uit bestaan de komende tijd met carnaval? Ja, vooral een leuk carnaval van maken. En ja, weet ik niet helemaal. Het wordt in ieder geval heel druk, denk ik. Ja, dat wel. En dan gaan we nog even terug naar de Grote Prins, want het is eigenlijk voor u een hulpje, toch? Een beetje? Nou, ik zie het niet zozeer als hulp, want hij verdient zijn echt eigen podium. En ze doen het hartstikke goed met z'n vieren. En we zijn ook af en toe los van elkaar, maar hun verdienen echt een eigen podium. En dat mogen ze ook krijgen ook. Ja, want nu vraag ik me dan af, hè. Gaat dat op dezelfde manier, prins worden als volwassen prins, zullen we dan maar even zeggen? Nou, bij ons is het wel langer dan een week. Want hoe lang moest jij het geheim houden dan? Van ons is het 8 juni dat ze ons vroegen. Ja, en ik ga maar na. En dan moet je adjudanten nog hebben, dan een levenslied. Er komt zoveel op je af. En je mag niks zeggen? Zelfs tegen je eigen kinderen niet. Nee, ja, maar ja, die willen hun mond misschien nog wel eens voorbij praten, toch? Dat snap ik ook wel dan. Ja, uit trots. Met enthousiasme, hè? Ja, dat snap ik ook wel. Nee, maar dat is hartstikke mooi proces waar je in zit. En we hebben er in ieder geval met z'n zessen van tevoren, hè, met de adjudanten en de vrouwen erbij. We hebben geweldig genoten met de voorbereiding. En dat is iets wat ik echt iedereen adviseer. Ja, als ik het geloof, dan is die voorbereiding eigenlijk altijd alvast een beetje een pre-party. Nou, zo kan je het wel noemen, ja. We hebben op een geheime plaats moesten we elke keer bij elkaar komen. En daar hebben we zoveel lol gehad van de voorpret, laat ik het zo zeggen. Ja, dat is een geweldig proces. Heel mooi. En nu, de komende tijd, we gaan richting carnaval. Het wordt alleen maar drukker, denk ik. Ja, dat kan je wel zeggen. Dat kan je wel zeggen. Het kost heel veel energie, maar je krijgt er ook zoveel energie voor terug. Dat is geweldig. En bijna elke dag is het vol. Elk weekend sowieso. Maar elke dag om iedereen aandacht te geven, dat kost door de week ook heel veel tijd. Maar wel hartstikke mooi. Dus even nu op verjaardag bij de familie, daar zit er niet in? Helaas, daar hebben we van tevoren moeten zeggen, dat zit er niet in. Dus... Maar niet te vroeg, moet je zeggen. Nee, dat is na de onthulling, want anders verraad je jezelf. Het is moeilijk om het geheim te houden, zeker. Ja, ik merk het, ik geloof het. Ik ga jullie allebei in ieder geval, en vooral als eerste nu, u alvast een hele fijne carnaval wensen. Dankjewel, dank je hartelijk. Ja, dan ga ik het ook tegen jullie zeggen. In ieder geval alvast een hele fijne carnaval. Dankjewel. En voor u, dames en heren thuis, nu ziet u het als nieuws van de dag. Loop vanavond of ergens morgen komt er een complete compilatie van vandaag online bij ons. Dus ik zou zeggen, hou ons in de gaten. Blauw duimpje zou leuk zijn. En even abonneren.